Iedereen, hier zijn we terug met ons maandelijks interview van Marathon en More. En deze keer is het More met de hoofdletter M, met een hele grote M. Voor ons hebben we iemand aan de wereldbuis zitten die een zeer lange wedstrijd gelopen heeft, de Montana Spine Race. Het is Peter van Eylen. Goedenavond, Peter. Goedenavond. Dag Olivier. Dag Peter. Als ik zeg en More met de grote M, dan overdrijf ik niet. Je hebt de Montana Spine Race gelopen. Vertel een keer, wat is het concept? Wat soort wedstrijd is dat eerst? De Montana Spine is eigenlijk een echte ultra-trail race over een bestaand lange afstandswandelpad in Engeland. Van ongeveer hoogte van Manchester, midden, bovenkant Engeland, naar de Schotse grens, net voorbij de Schotse grens. Dus dat is een pad dat gewoon min of meer bewegwijzerd is en wat wandelaars ook in etappes kunnen doen. Maar wat door Montaigne in de Spine Race eigenlijk in één keer belopen wordt, zeg maar. Ja, en is dat iets dat te vergelijken is met de GR-routes bij ons dan? Het heeft er wel een beetje van weg. Het zijn echt inderdaad lange afstandswandelpaden, zoals inderdaad min of meer de GR-routes bij ons zijn. En in dit geval een behoorlijk lang afstandspad, om het dan zomaar te zeggen, de Spine Race of de Pennine Way is het wandelpad waar het in principe over gaat. De Pennine Way is 268 mijl, dus een slordige 430 kilometer in westerse maten uitgedrukt. Ja. En het noorden al, hè, tegen de Schotse grens zegt je zelf, dus ik kan me inbeelden. Hè, je hebt hem 2 weken geleden gelopen, dacht ik. Dat toch al qua weer ook niet zo... Ja, het is een echte wintertrail inderdaad. En dat was voor mij ook een van de redenen om naar daar te trekken. Een race die echt in winterse omstandigheden gelopen wordt. Heel korte dagen, heel lange nachten. Meestal barre en gure weersomstandigheden. Of alleszins kan je die toch zeker en vast verwachten. En het Pennine Way wandelpad loopt eigenlijk min of meer over de waterkering tussen de Atlantische Oceaan en de Noordzee. Waardoor dat je eigenlijk altijd tussen aanhalingstekens min of meer op het hoogste punt van een omgeving staat. En dus midden in de natuur, maar dus ook midden in het weer staat. Ja. Maar het klinkt avontuurlijk, hè? Maar het zal wel afzien zijn, denk ik. Nu, ik had gezien, er zijn verschillende afstanden of verschillende disciplines in. Wat heb je exact gedaan? Ja, dus ik heb de full spine gedaan. Dus eigenlijk is dat de originele afstand en ook de originele periode. De spine werd voor de eerste keer ook georganiseerd in de winterperiodes. In dezelfde afstand als nu, dus die ongeveer 430 kilometer. Het was dit jaar de 10e editie. En in de loop van die 10 jaar zijn er wat variaties bijgekomen, wat extra afstanden bijgekomen. Er is een Challenger, een Spine Challenger gekomen eerst, die eigenlijk de kleine eerste helft van het parcours doet. Die is 110 mijl ongeveer, dus ja, pak maar een 170, 180 kilometer. Die had ik in 2019 gelopen en toen had ik zoiets van, ja, oké, goed, als ik nog wat groter geworden ben, tussen aanhalingstekens, dan kom ik terug om de volledige te doen. En dus de full spine is dan, zoals ik zei, die 430 kilometer. Dit jaar heeft de organisatie dan ook wat ze noemen Spine Nord, Spine Challenger Nord, toegevoegd. En dat is eigenlijk dus het tweede deel van het parcours, waar dat de Spine Challenger het eerste stuk is de Challenger Noord dan het tweede deel van het parcours.
Dus ongeveer een 150 mijl. Dus dan heb je toch al een stevige afstand bij elkaar. En hebben ze ook voor het eerst een sprinteditie georganiseerd die, als ik me niet vergis, 45 mijl was. En in de laatste jaren is de organisatie dan ook in de zomer dezelfde wedstrijden gaan organiseren. Dus zijn er dus ook summer editions die Fusion en Flair noemen, als ik me niet vergis. En ondertussen heb je een hele collectie bij elkaar. Maar de originele, de spine race, is wat ik gedaan heb. De volledige afstand. Het is wel grappiger dan ze die ene discipline de sprint noemen. En dan spreken we in basis. In ons timen dan toch over 70 kilometer. Ik vind dat een stevige. Ja, absoluut. De Spine Challenger, die is eigenlijk de eerste bijkomende race was die georganiseerd werd, die wordt ook door de organisatie en ook door heel veel deelnemers de Baby Spine genoemd. Die is toch ook al 180 kilometer. Ja, is, hè, dus, kitseren, ja. Ja, inderdaad, ja. Kijk. Ja. Ja, alles is relatief, dat is duidelijk. Hè. Nu, ik dacht dat je gefinished waard als tweede Belg. Klopt, inderdaad. Ja. En de eerste finisher, ik ga het geen winnaar noemen, want iedereen die dat volbrengt is een winnaar, vind ik. Maar dus de persoon die het eerste aangekomen was, ja, die heeft er toch een 100 uren over gedaan. Is dat de langste tocht die je al gedaan hebt tot nu toe? Of heb je nog dergelijke dingen ondernomen? In tijd was dit niet de langste. In afstand was dit de langste. Ik heb in 2019, denk ik, de Swiss Peaks 360 gelopen. Okay. Dus dat was 360 kilometer, maar dan met 25.000 hoogtemeters. Ah. En daar heb ik net iets langer over gedaan. Daar heb ik een 130, 140 uur over gedaan. En nu heb ik de afstand in 125 uur afgelegd. Ja, 125 uur, dat is afgerond 5 dagen. Dat je onder, 5 dagen en ik onder de baan weet. Zoals ze dan zeggen. Dat was een werkweek. Ja, absoluut. Ja. De maandag vertrekken. Het weekend was erna. Ja, dan kunnen we dus op tijd thuis voor het weekend je weekendloopjes te doen. Ja. Nu, dan stel ik mij de vraag, en waarschijnlijk iedereen stelde waarschijnlijk die vraag. Ja, een wedstrijd van 5 dagen, hoe bereid je je voor op zoiets? Zoals wat mij betreft, alle echte grote ultra lopen, is dat vooral een mentaal voorbereiding. Uiteraard moet je zorgen dat je fit bent en misschien wel extreem fit bent. En uiteraard moet je zorgen dat je zoveel mogelijk ervaring opdoet met de omstandigheden waarin dat er gelopen gaat worden, als dat in de bergen is. Wat extra heuveltraining of bergtrainingen, als dat zoals nu in brute weersomstandigheden is en op een heel onvergeeflijk parcours, wil dat voor mij zeggen, trainingen in en door de Hoge Venen, zoveel als mogelijk. Maar dat is allemaal... de frequentie waarmee dat je dat kan doen, is natuurlijk relatief beperkt. Dus je kan er zo wel wat trainingen tussen steken, maar ook niet oneindig veel. En dus al de rest is vooral mentale voorbereiding. Focus, zorgen dat je alles goed doordacht hebt, dat je bij wijze van spreken over alles nagedacht hebt, wat dat er kan gebeuren, wat dat er misschien gaat gebeuren, wat dat je onwaarschijnlijk vindt, maar misschien toch kan gebeuren. En dat je daar allemaal... scenario's voor hebt of al een keer bij stilgestaan alleszins. Ja, dat is een beetje, ik doe me een beetje denken aan het vorige interview met Mark Viss, die zei voor zijn Montana, voor de Legends, dat hij de vrijdag na het werken nog, als het regent en als eigenlijk alle omstandigheden niet gunstig zijn om te gaan lopen, effectief de nacht gaan lopen, gewoon voor die mentale training. Dus ik hoop bij u toch eigenlijk toch een beetje, ja, een beetje hetzelfde voor. Ja, daar. Sluit ik mij 100% aan bij Marek. En
En zijn zotte bende. Die, zotte bende, ja. Waar ik trouwens mij ook weer heb laten verleiden om daarvan deel uit te maken dit jaar voor een geweldig initiatief. Voor die Marvel. Ja, inderdaad. Oké, ja. Oké. Okay. Ja. Dus, maar ja, dat zijn inderdaad de meest efficiënte trainingen als in naar zo dicht mogelijk bij de reële omstandigheden te komen. Hè. Op het moment dat je al moe / doodmoe bent, dan even nog even een nacht doortrekken en liefst inderdaad in gure omstandigheden. Dat zijn de dingen die het best benaderen wat er in op dag of nacht 2 en 3 in zo'n wedstrijd gebeurt. Hè. Of dat dan Legends of the Spine of iets anders is. Ja, dat is wat je dan gaat tegenkomen. Ja, klopt. Ik denk, als ik het hoor en als ik van nog andere mensen ook al gehoord heb, is eigenlijk, als een wedstrijd is even mentaal als fysiek. Hè. Fysiek, zeker en vast. Op dat moment zijn ze fit en ja, je kunt niet blijven fitter worden. En dan komt het op de mentale kracht aan. Hè. Ja, dan is het inderdaad mentale focus. Hoe hard wil ik dit? En hoe snel kan ik schakelen op het moment dat er iets fout gaat? Want dat er iets fout gaat in zo'n lange duur of in zo'n lange afstand, ja, daar kan je 100% zeker van zijn. En het is de mate waarin dat je in staat bent om je daar dan aan te passen, die bepalen mede de kans dat je aan de finish raakt. Ja, ik vind het wel leuk om te horen dat we hebben nu toevallig 2 interviews na elkaar met 2 extreme afstanden. En dat van beide lopers toch eigenlijk hetzelfde verhaal hoor. Dat is toch wel leuk. Ja. Nu, de wedstrijd zelf, dus het parcours, is uitgepeild dan met de pijltjes die staan voor de wandelaars in feite. Ja, dat wil zeggen dat er om de paar kilometer een pijl staat. Hè. Ja. Je moet daar niet te veel van wachten. Hè. In de spine word je absoluut verondersteld om self-navigating te zijn. Dus de organisatie zet geen enkele pijl. Ja. Dat wil zeggen dat je naast een hele berg ander verplicht materiaal ook alle kaarten mee moet hebben van het parcours waar dat je overloopt die navigatie zelf te kunnen uitvoeren. Ja. Uiteraard, niet alleen mag, maar moet er ook GPS mee zijn en moet je ook kunnen aantonen dat je die dingen kan effectief gebruiken. Ja. En daarnaast is er nog een hele berg en waslijst aan verplicht materiaal, zoals ik juist al zei. Dus dat betekent dat de spine niet het doorsnee zomerloopje is, waar dat je gewoon in je t-shirt en met een flesje in de hand kan vertrekken. Maar dat betekent dat je een rugzak van om en bij de 10 kilo aan de start mee hebt en dan is alles nog droog. En als alles nat geworden is, is die 1 kilo of 12. Ja. Mijn rugzak was 8,5 kilo zonder water. Je moet 1,5 liter water bij hebben. Dat wil zeggen 10 kilo in optimale droge toestand. Ja. En dat duurt dan heel even en dan is alles doorweekt. Ja, en dan loopt er daar 5 dagen mee rond. Ja, ja, inderdaad. Oké, dat klinkt zeer aantrekkelijk. Ja. Nu, dus het is niet uitgepeild en zo, maar is er naar voorzieningen, naar bevoorradingen iets voorzien? Of is dat ook volledig zelfvoorzienend? Naar eten of drinken? Het antwoord is zoals de Duitsers dan zeggen, jein. Er is zeker iets voorzien. Dat wil zeggen, er zijn 5 live bases onderweg, 5 grote checkpoints onderweg. Maar goed, als het 430 kilometer is, dat wil dus zeggen dat de checkpoints om en bij de 80 kilometer uit elkaar liggen, gemiddeld genomen. De een al wat minder, de andere iets meer. Dat is maar 1 per dag. Hè. 5, we hebben er 5 dagen over gedaan. Dat is maar 1 per dag. Inderdaad. Ja. En dus daar krijg je warm eten. En daar heb je eventueel, als er ruimte is op de cut-off, tijd of plaats om wat te slapen. En er zijn extra checkpoints onderweg waar je eigenlijk niet echt 100% op kan rekenen. Dat zijn officieuze checkpoints. Er zijn wel wat punten waar je kan verwachten dat er wel iets is.
de veiligheid in Spine Race wordt mede onderhouden of verzekerd door mountain rescue teams, dus de bergreddingsteams. En die hebben wel min of meer hun vaste posten, maar je kan er nooit 100% zeker van zijn dat er die effectief zijn. En dat is dan gewoon ja, een auto die ergens toevallig aan een min of meer bereikbaar punt staat waar een beetje warm water is en in het beste geval een tentje staat, maar vaak dan nog niet. Dus dat is ja, een heel basic bevoorradingspunt waar ja, eventueel een koek of een beetje chips te krijgen is, maar eigenlijk kunt en mogen daar niet op rekenen. Dus ja. Tussen die grote checkpoints word je geacht om volledig zelfvoorzienend te zijn. Ja, ja. Ja, en als je dan rekent op iets en het is er niet, hè, ik ga het woord niet uitspreken, maar redelijk mind. Hè. Dus, dat is een van de grote redenen waarom dat je natuurlijk al dat materiaal moet meesleuren op het moment dat het niet meer gaat. Hè. Ja, moet je in staat kunnen zijn om je te parkeren tussen aanhalingstekens en om effectief je langs de kant te leggen zonder dat je onderkoeld geraakt. En moet je dus ook niet alleen gewoon het standaard volume aan koeken of andere dingen meenemen, maar moet je ook een vuurtje bij hebben om warm water te kunnen maken en al dat soort dingen om net ja, op het moment dat het fout gaat of dat het nodig is en dat je echt gewoon die warme maaltijd nodig hebt om weer terug de krachten op te doen, dat je die ook effectief kan zelf bereiden. Ja. Hey, het klinkt echt wel als een... Dat is geen trail niet meer, hè. Dat is een avontuur. Hè. Het is knap. Dat is ja. Inderdaad een trailavontuur. Laten we ons daarop houden. Ja, nu, ik had wel zaken gelezen erover. Dat is gewoon omschreven als een van de zwaarste trails ter wereld. Maar als ik nu uw verhaal hoor, kan ik dat echt wel ergens gaan geloven. Nu is dat iets... Want ik hoor dat iets is dat u toch al lang boeit, Dine Spline, hè, in de verschillende disciplines. Maar oké, je hebt nu het hoogste niveau kunnen afwerken. Is dat iets om nog een keer te hernemen? Of is dat zoiets van, oké, er staat op mijn palmares, been there, done that? Dat is een goede vraag. Ik heb niet de gewoonte om races twee keer te lopen. Eigenlijk, er zijn zoveel mooie dingen overal te beleven. Maar met Spine weet ik het nog niet. Het is inderdaad iets... De Engelsen zeggen wel eens, spine gets under your skin. Dat is inderdaad wel een beetje zo. En de wedstrijd is totaal anders naar gelang de weersomstandigheden. En het weer is nooit twee keer hetzelfde. Dus ja, ik kan mij wel voorstellen dat ik ooit nog wel eens terug aan de start sta. Maar daar is geen haast bij. Er zijn eerst nog een paar andere avonturen af te tikken. Ja, dan komt mijn logische vraag. Ja, andere avonturen, wat staat er op die bucketlist nog? Op die bucketlist staat er gigantisch veel. Hè. Die bucketlist Wat staat er Hans van boven? Alleen maar langer, want je streept elke wedstrijd maar één ding af. En elke wedstrijd praat je weer met een aantal mensen die zeggen, oh, dat moet je doen en dat moet om je er doen. Er drie bij. Meer dingen bij dan die je eraf streept. Maar... ja, op de korte termijn, in principe staat er dit jaar nog een trail in Mongolië op het programma van 250 kilometer. En als alles goed verloopt, ook dit jaar nog de Tour de Géant. Tour de Géant. Dus weer 350 kilometer door de Alpen. Door de Alpen, ja. Amai. Amai. Ja, dus het is wel duidelijk dat je echt voor het hele lange, zware werk gaat. Hoe langer het wordt, of beter gezegd, hoe trager het wordt, gemiddeld genomen, hoe meer ik in mijn sas kom. Ik ben een trage diesel, maar ik kan wel redelijk lang blijven doorstomen. Ja, dat is duidelijk. Het snelle explosieve werk is niet aan mij besteed. Ja, ja.
Ja, het is indrukwekkend als ik het hoor. Nu, het is jammer, want we zitten al ruim boven onze tijd, want ik zou heel graag nog veel vragen stellen. Het is een ongelooflijk verhaal, moet ik zeggen. Echt eindeloos veel respect daarvoor. Ik denk de mensen die het verhaal gaan zien ook wel met open mond zullen zitten kijken naar het interview. Dus ik wil u graag bedanken, Peter, voor het verhaal die je ons kort en beknopt kunnen doen hebt. En ik wil u heel graag feliciteren met uw prestatie daar. Ja, en dan ga ik u veel succes toewensen in Mongolië. En ja, hopelijk wordt dat eenzelfde verhaal. Hè. Misschien contacteer ik u opnieuw voor terug het verhaal te horen. Hè. Prima, dat is heel graag. Oké, bedankt Peter en tot later. Hè. Dankjewel, dag Olivier. Bye.